Ik ben Salim Benamar. Ik ben een jong ondernemer van 20 jaar. Het was altijd al een droom om mijn eigen bedrijf te beginnen. En na mijn diploma's heb ik die kans gekregen. Niveau 1 krijg je zeg maar de standaard kleine dingetjes. Letten op gebreken wat een fiets heeft, speling, stuurtje die speling heeft, bandjes of zo goed spanning zijn, wieltjes recht zijn. Eigenlijk de simpele dingen ja, die je moet kunnen. Daarna heb ik met mijn leraar overlegd en die wou me heel graag op niveau 2 hebben. Dus niveau 2 heb ik ook gedaan, 2 jaar lang. Dat heb ik afgerond en ja, en toen ben ik eigen bedrijf begonnen. Vooral veel motivatie, zelfvertrouwen en risico's durven te nemen. Neem je geen risico's, dan kom je nergens in het leven. De belangrijkste persoon die ik wil bedanken is mijn vader. Yeah. Ik hoef eigenlijk niks te vertellen, het is eigenlijk mijn geholpen vanaf dag 1. Het is mijn droom om dit bedrijf succesvol te maken. En ja, de rest zie ik eigenlijk wel. Het is wel een droom om meerdere filialen te hebben en mensen voor me te hebben werken.